de meest exclusieve auto uit de Mercedes-stal. En ze zijn daar wel eens exclusief, hè? Maar deze slaat werkelijk alles. Dit is de Mercedes-Maybach S650 Convertible. Daar worden er van gebouwd 300 stuks. Het is niet een kwestie van kopen, het is een kwestie van mogen kopen als je geïnteresseerd bent in deze auto. 300 stuks, wereldwijd, mega exclusief. Ja, en dan komen er misschien 5, misschien 6, misschien 4 naar Nederland. En Maybach, heel eventjes terug, klein dingetje geschiedenis, 1909. Toen begonnen ze daarmee met het merk Maybach. In de jaren 20 en 30 bouwden ze kostbare, bijzondere reisauto's. En daarna verdween het, totdat het merk Mercedes het nieuw leven inblies. Maybach werd een nieuw label. Dat duurde niet zo heel lang, dat lukte niet helemaal. Moest concurrent zijn voor ons dus. Afijn, jullie kennen de geschiedenis, ik ook. Het ging voorbij en nu bestaat Maybach opnieuw. Maybach is een toevoeging binnen Mercedes, zoals AMG dat ook is. Een soort van luxe label. En de luxe bij dit merk gaat echt ontzettend ver. Eigenlijk is deze Mercedes Maybach het bewijs van Mercedes waartoe ze in staat zijn als het gaat om handenarbeid. Want dat is het, hè? Dit hier op het achterdek, hè? Zoals een hele mooie speedboot dat ook heeft, hout. En daar zit een soort van reliefje in. En dat is gemaakt met een apparaatje dat een diameter heeft van 0,8 mm. Daarmee worden dit soort dingetjes gemaakt. Binnenin is het werkelijk heel heel, heel mooi gemaakt. Natuurlijk, heel luxe, maar goed, dat is een S65 AMG ook, hè? Want dat is dit in de basis, een S65 AMG. Dus voorin een 630 pk sterke biturbo V12. Overdaad? Tuurlijk, deze auto is overdaad. En dan hebben we bijvoorbeeld geperforeerd leer met een watervalmotief. Hey, lekker, dubbele woordwaarde bij Scribble, een watervalmotief. Kristalletjes in de koplampen. Niet één, niet twee, nee, een hele rij. Ja, dat is mooi, dat is bijzonder. En wie heeft er nou kristallen in zijn koplampen? En zo is deze auto voorzien van alles, werkelijk alles, dat Mercedes Maybach in huis heeft. Er is geen optie mogelijk. Het zit er allemaal op. En ja, dan kost een normale S65 AMG Convertible in Nederland €326.000. Deze auto gaat daar overheen. Ze willen niet zeggen hoeveel, maar gaat er overheen. Het maakt ook eigenlijk niet uit wat die kost. €350.000, €380.000. Misschien net geen 400.000. Dit is zo'n bijzondere auto. Zo uniek. Ja, overdaad. Maar wel een prachtig bewijs van Mercedes waartoe ze in staat zijn. Het is een beetje jammer alleen dat we er niet mee mogen rijden.